Kijk, als je dingen voor de lol kunt doen zonder dat het problematisch is, dan is het ook prima. Bij mij werd het op een gegeven moment gewoon problematisch. Elke week neem ik je mee naar een nieuwe bijzondere locatie waar ik een gesprek heb met een bekende gast. En deze week heb ik het genoegen om Erik Corton eens stevig aan de tand te voelen. We hebben het een gesprek opgenomen in de El Teto-kerk op de Javastraat in Amsterdam. Want dit is de plek waar Erik elke maandag als vrijwilliger kookt voor mensen in nood. Erik is een echte creatieve duizendpoot en kan niet tegen stilzitten. Maar hij zit ook letterlijk niet graag stil. Genoeg te bespreken dus. Want wat zou er allemaal naar boven komen als banken konden praten? Mooi plek. Hoe is het? Goed. Wat fijn dat je er bent. Ja, nou, dat is geheel wederzijds. Dat is een wandelingetje door de buurt voor jou, hè? Ja, dat is een mooie buurt, hè. En jij komt hier regelmatig. Ja. We hebben natuurlijk niet voor niks hier afgesproken. Iedere maandag. Ik ga jou volgen naar binnen. Kijk het jou laten. Ben heel benieuwd. Dit is de plek waar wij op iedere maandag koken. Wat we doen is wij verzamelen voedsel en ingrediënten die normaal gesproken weggegooid zouden worden. Omdat ze net voor of op de uiterste houdbaarheidsdatum zitten of er net overheen zijn. Maar dat is allemaal nog heel goed spul. En ik haal heel vaak de spullen op. Dus ik heb een auto en dan rijd ik de stad mee door om die spullen op te halen. Ik merk dat er een enorme passie achter zit. Ja, omdat wat ik zeg, juist omdat dat mes zo aan twee kanten snijdt, dus en die voor voedselverspilling tegengaan en mensen hier uit de buurt samenbrengen en een gratis maaltijd geven, dat vind ik zoiets slims en zoiets simpels eigenlijk. Jij staat natuurlijk normaal in de keuken, ja. Maar daar gaan we vandaag niet zitten. Nee, oh. Nee, ik wil meenemen naar de andere kant. Ja, doen, nee, okay. Vandaag mag je gewoon even zitten. Ah, wij gaan de kerk in. We gaan de kerk in. Oh, wauw. Zal ik daar gaan zitten? Ga ik daar. Neem plek. Prachtig. Is het een beetje je kleur? Ja, zeker wel. Nou ja, proost, hè? Het is water tegenwoordig ook, hè, voor jou. Dus, Ja, ik heb geleerd dat je ook daarmee mag proosten. Ja, joh. Nou, inderdaad, laten we bij het begin beginnen. Ja. Want van wie heb je eigenlijk die enorme bevlogenheid om goed te doen? Want je bent natuurlijk hier iedere week, wat meer op de achtergrond is. Maar ook het Rode Kruis ben jij natuurlijk een... Heb ik jarenlang hard voor en mee gewerkt. Ja. Ik denk toch gewoon van mijn thuis, van mijn vader en mijn moeder. Niet dat mijn vader en mijn moeder nou zulke bevlogen... waren heel bevlogen in wat ze met z'n tweeën deden. Dat was een kapperszaak besturen met z'n tweetjes. Maar wel in het je mij en mijn zus als kinderen bewust maken van het feit dat de wereld groter is dan de postzegel waar je op leeft. En dat er dus ook dingen zijn die anders gaan. Die niet per se minder gaan of beter, maar die anders gaan. En als je je daar eens in verdiept, dan kom je ook dingen tegen die minder gaan. Of waar je je boos over maakt, of waar je heel verdrietig van wordt. Of waarvan je denkt, ja, maar dat moet toch anders kunnen. En ik denk dat ik dat denk ik niet. Ik weet zeker, dat heb ik altijd gehad. Vanaf kleins af aan, dat ik dacht, hè? Hoezo dan? Dat kan toch anders? Waarom hebben die mensen dat wel en die mensen dat niet? Hoe zit dat? Waarom is dat deel van de wereld zo arm en kan het bij ons een soort van niet op? Wat is dat voor iets raars? Waarom hebben we dat zo bedacht? Wat waren jullie eigenlijk voor gezin? Want je vertelde, je ouders hadden een kapperszaak. Ja. Dus die had jij ook zomaar kunnen hebben dan? Ja, zeker, want die kapperszaak zat aan huis bij ons. Dus wij woonden daarachter en daarboven en die kapperszaak zat aan huis. En ja, die had ik met gemak kunnen overnemen, ja. Is dat ooit? Nee. Nee. En dat vond mijn vader ook helemaal niet erg. Die had zoiets van, nee joh, hij had dat wel gedaan met zijn vader. Dus met mijn opa. Maar het is echt een kappersgeslacht. Ik heb ooit meegedaan aan Verborgen Verleden, dat programma. En daar kwam uit dat vanaf 1657, geloof ik, ons de familie of de Cortonnen bestonden uit kasteleins. Ja. Of barbiers. Of beide tegelijk. Dus knippende... Eigenlijk allemaal gewoon genetisch bepaald. Allemaal kappers, ja. Heb jij dus gewoon nu die hele lijn stopgezet? Ik heb die hele lijn stopgezet. Maar mijn vader vroeg op een gegeven moment... Ik wilde naar de toneelschool. Ik wilde nog allerlei andere dingen, maar uiteindelijk bleek de toneelschool... dat was hetgeen wat ik dan wilde doen. En toen heeft mijn vader tegen mij gezegd... Ja, dat is prima. Maar, hij zei, dan wil ik je wel één vraag stellen. En die is heel belangrijk. Hij zei, realiseer je dat dat vak wat jij wil gaan kiezen... dat een heel groot... belangrijk en mooi vak is, maar dat er maar heel weinig mensen zijn die daarin slagen. Slimme woorden. En toen zei ik, ja, maar nee, niks geen ja, maar denk daar maar eens even 2 weken over na. 3 weken misschien, zolang als je wil. Als je het dan zeker weet, dan kom je maar terug. En dat heb ik gedaan. Tenminste, ik geloof dat ik er zelf al in 5 minuten uit was, maar ik heb nog 3 weken gewacht voordat ik het antwoord gaf. En toen heb ik gezegd, ja, ik wil dat heel graag. Toen zei hij, nou, dan is het goed. En dan zal ik je ook daarin steunen
En dat heeft hij ook altijd gedaan. Het is altijd komen kijken. Maar eigenlijk wilde je... Nou ja, want als je nu kijkt naar je carrière... Je bent niet zo'n kiezer van één ding gaan doen... en dat blijven we dan ook doen. Nee. Nee, dat is ook wel gebleken. Ja, ja. Ik ben naar de toneelschool gegaan en ik ben daarna... Heb je niet afgemaakt? Nee, ik ben in het derde jaar weggegaan. En toen ging ik spelen. Toen had ik daar bij het gezelschap 2 jaar gespeeld. En toen kwam ik tot de ontdekking dat acteren in Nederland... toch heel veel wachten bij de telefoon is. Toen hoorde je vader weer ergens achter. Ja, en toen dacht ik, ja, fuck, hij heeft echt heel erg... Mijn vader heeft echt heel erg gelijk gehad in dat het lastig is en moeilijk is. En ik ben niet zo'n stilzitter, dus ik ben op dat moment had ik... ik speelde gitaar, dus dan pakte ik de gitaar ter hand. En er waren nog wel een paar andere dingen en dan was ik aan het spelen. En dan had ik een bandje en daar ging het dan best goed mee. En dan verdiende ik dan daar mijn geld mee, want ik werkte ook nog in de kroeg. En ik heb altijd 400 dingen tegelijk gedaan. Sterker nog, mijn moeder vertelt altijd als het heeft over klein Erikje... echt klein Erikje op de lagere en de middelbare school. Ik deed alles tegelijk. Ik zat met een gitaar op mijn schoot terwijl ik een strip aan het tekenen was. Zo... mijn huiswerk te leren over Napoleon. Want ik leerde dat terwijl ik aan het spelen was. Man, Napoleon, 1812. En dan... Elba. En dan... Dus of een wonderkind of gewoon complete ADHD? ADHD. Ja. Ja. Je refereerde net al even aan je vader. Hoe is het met je vader op het moment? Want hij heeft Alzheimer. Ja. Mijn vader zit echt helemaal aan het uiteinde... aan het alleruiterste uiteinde van zijn... leven en dat duurt te lang. Te lang, ja? Ja, dat duurt echt te lang. En dat is heel verdrietig. Want ik hou zielsveel van mijn vader en mijn moeder ook en mijn zus ook. En dit gun je niemand. Echt niet. Nee, ik ook niet. Dus als je zegt hoe is het met je vader, volkomen kut. Om het zomaar even in goed Nederlands te zeggen. Ja. Ja. Je verliest eigenlijk wel iemand terwijl ze er feitelijk nog zijn. Ja, dat is het. En dat is precies hetgene wat op dit moment mij. Als je het dan hebt over hoe gaat het dan met je vader zo... en hoe verhoud ik me daartoe, wat voor mij op dit moment steeds lastiger wordt... omdat de situatie steeds verdrietiger wordt en ik geen rouwproces in kan. Want het is een rouwproces. Ik ben mijn vader kwijt. Mijn vader is er niet meer. Hij is er nog wel, stoffelijk, maar mijn vader is er niet meer. En dat proces is voor mijn vader het meest onmenselijke... maar voor ons als de mensen die van hem houden... ook niet te doen, want er staat geen punt achter. Je kunt niet beginnen aan rouw, omdat er geen punt staat. Dat kan pas als dat moment er is, en dat is er niet. Dus eigenlijk wens je het nu gewoon voor om de dood, omdat dit nog vreselijker is. Ja. Ben je eigenlijk bang voor de dood zelf? Ik ben het nooit geweest, omdat ik een leven heb geleid... waarin ik eigenlijk altijd gewoon zo hard mogelijk Gas heb gegeven. En dan kwam die blinde muur misschien wel een keer met 180 km per uur. Dat zien we dan alweer, kan mij het schelen. Maar sinds dat ik wat gas teruggenomen heb, merk ik dat ik wil hier nog wel een tijdje blijven. En dat wil niet zeggen dat ik daardoor bang voor de dood ben geworden, maar het houdt me wel iets meer bezig dan daarvoor. Je bent het leven leuker gaan vinden. Ja, dat is misschien een betere uitdrukking. Ja. Maar wat was dan het punt dat je dacht, wacht even, nee, dit kan ook anders? Want op het moment dat je kinderen geboren werden, had je dat niet echt. Nee. Ik denk, kan me ook zo voorstellen, want je bent al heel lang samen met je vrouw, Diana, dat die ook wel eens gezegd heeft van, joh, Erik. Joh. Maar ook... Ja. Nee, en ik denk kan dat... Kan je nog herinneren dat moment? Ja, ja, ja. En ik denk dat het gewoon de stoermoendrang is geweest die er... Of de ADHD, misschien wel. En die raak je niet kwijt door te stoppen met drinken. Maar ik voed het nu wel minder. En dan zou je denken, oh, een saaie lul. Helemaal niet. Het zijn mijn woorden. Maar dat vond ik zelf. Als je daar nu aan terugdenkt aan die tijd, hè? Wetende wat je nu weet en hoe je... Dus, heb je er spijt van? Of... Nee, zoals mijn lieve oma zaliger altijd zei... spijt is wat de boer op het land scheidt. Ja, spijt. Tuurlijk, er zijn dingen waar ik niet trots op ben. Of waarvan ik denk, ja, maar dat had wel anders gekund, meneer Kortom. Maar weet je, ik heb met al die drank en die doop... ik heb me verschrikkelijk vermaakt ook. Ik heb zo hard gelachen. Ik ben in zulke rare situaties geweest... in binnen- en buitenland. Met gekke mensen, rare toestanden... De spijt, nee. Kijk, als je dingen voor de lol kunt doen zonder dat het problematisch is... dan is het ook prima. Bij mij werd het op een gegeven moment gewoon problematisch. En eigenlijk wat je altijd hebt gedaan in de mateloosheid van drank en drugs... doe je nu op wielen. Ja. Ja, is het een beetje... Want je bent fanatiek... Fietser. Ja, wielrenner zal ik mezelf niet noemen, maar ik ben fanatiek fietser. Ja. En neem me even mee in jouw hoofd op de fiets. Wat gebeurt er met jou dan? 20 kilometer, dan heb ik nog gedachten. Ja. Maar na 20 kilometer dan...
komt er een soort dissolve. Dus dan voel ik een soort van belletjes komen en dan... Poef, poef, poef. Dan ben ik aan het fietsen. En dat is het dan ook. Wij kennen elkaar niet heel goed. Mm. Maar je hebt natuurlijk best wel een heel erg stoer imago. Hè? Ook een beetje natuurlijk met de tattoos die je hebt. En nou, inderdaad, hè, Erik lust een drankje. Ja. Oh, we nemen er ook nog wat leuks bij als het een leuk feestje is. En, vond je dat lastig om dat stuk los te laten? Zeker, nou, een beetje. Ja. Nee, maar serieus. Ik realiseer me terdege dat het me een heel ander persoon maakt. Je doet niet meer mee daarmee. Sterker nog, jij zegt nee, dank je. En dat levert bij andere mensen soms ook weer iets heel moeilijks op. Want die hebben het gevoel dat ik daarmee zeg dat jij dat ook niet mag. Dat is een heel raar soort ding. Dat op het moment dat je stopt met drinken, krijg je van veel mensen... Ah joh, die is zo lullig. Lullig? Hoezo? Mag ik bepalen of ik wel iets drink of niet? Nee, doe, die is zo flauw. Niet zo ongezellig. Doe dan niet zo ongezellig. Maar ook op het agressieve af. En in het begin dacht ik, werd ik daar boos van. Omdat ik ook nog heel erg bezig was natuurlijk met mezelf los te komen van het feit dat ik eigenlijk toch ook best wel een biertje wilde drinken of iets anders. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dat zit niet bij jou. Dat zit bij hun. En dat is ook niet erg, dat is prima. Maar dan moet ik me daar even aan onttrekken. Dus ik heb inderdaad die eerste periode dat ik nog zelf aan het knokken was met het loslaten, ben ik gewoon dingen niet meer gaan doen. Ik ben niet naar feestjes geweest, niet de kroeg in. Dus al die dingen waar je mij van kon kennen, heb ik niet gedaan. Ja. Heb je het helemaal zelf gedaan? Ja. Of ja? Gewoon eigen overtuiging. Ja, wat dat betreft lijk ik echt op mijn vader. Mijn vader heeft altijd... Mijn vader was iemand die zei, als ik er klaar mee ben, dan stop ik ermee. Dat wij dachten, ja, na 57 jaar pijp roken, tuurlijk, ik stop ermee. Ja hoor, van de een op de andere dag, boom. En blijkbaar, ik zal niet zeggen dat het moeiteloos is gegaan, want zowel roken als doop en drank zijn best wel pittige dingen, maar het is alle drie gelukt. Dus kan dat wel, ja. Het leuke ervan is dat ik vervolgens nu er met een afstand naar kan kijken. En ik heb een boek geschreven en die hoofdpersoon die drinkt dus nog wel. Want inderdaad, dat boek, hè, in het kader van De Creatieve Duizendpoot. Ja, ja. Je schrijft, dit is je eerste non-fiction, het is een roman, hè? Ja. Waar gaat het over, even in een notendop, zonder te veel te onthullen? Een middenvijftiger, filmmaker, heeft een scenario wat hij heeft geschreven op basis van een terugkerende droom. Die heeft hij al zijn hele leven lang, of althans een langere periode. Dat is een scène en hij vindt die scène zo krachtig. Hij heeft op basis daarvan een verhaal bedacht, een scenario geschreven. Film, lopen leuren, werd nooit gemaakt. Nu is de film er. Film gaat in première en iedereen is laaiend enthousiast over die film. Op de premièreavond komt er een jonge vrouw naar hem toe en die zegt... Hoe kom je aan het verhaal van deze film? Waarop hij zegt, dat heb ik bedacht. Waarop zij zegt, nou, dat vertoont wel erg veel overeenkomsten met het verhaal van de onopgeloste moord op mijn moeder 30 jaar geleden, met details die alleen maar iemand kan weten die daarbij is geweest. En eigenlijk is het idee waarvan ik ben gaan schrijven, vanuit dit verhaal ben gaan schrijven, dat je herinneringen sowieso a priori onbetrouwbaar zijn, omdat die altijd gekleurd worden door, nou, ouder worden, door weet ik veel. Maar dat drank daar nog eens een keer een schepje bovenop doet. Dus dat je dingen kunt onthouden die niet zo zijn geweest en dingen kunt vergeten die heel belangrijk zijn geweest. En daar speel ik mee in het boek. Leuk. Ja. Ander ding waar mensen jou natuurlijk van kennen zijn je tatoeages. Is dit work in progress of is wat is het? Wat ik nu aan het doen ben, kijk, hier staat mijn gezin. Morris en Diana en Indy. En dit staat er al heel lang. Dit staat er al 22 jaar in. Heb je er ook wel eens een totaal bezopen toestand laten doen? Deze. Ja. Die? Ja, ik had eigenlijk aan die aanbeloofd dat ik nooit onder mijn t-shirtlijn uit zou tatoeëren. Maar je had wel meer beloofd, denk ik. Ja, nou ja, goed, ik had ook beloofd dat het hier niet zou gebeuren. Nou, goed, maar uiteindelijk, er gaat dus een plasticje omheen. En toen kwam ik dus s'avonds heel laat thuis uit Paradiso. En toen ging ik in bed liggen, toen deed ik mijn arm onder het kussen. Dat kraakte. En toen zat er iemand recht overheid. Wat heb je gedaan? Ik zei, nee. Toen had ik hem eraf en toen zag ze dat er namen stond. Toen was het eigenlijk... Toen was het oké. Vond ze dat eigenlijk toch wel erg bijzonder, ja. Hey, Erik, over 20 jaar, kook je hier nog steeds dan? Ja, het zou zomaar kunnen. Nee, ja, ik wil niet stoppen met dat soort dingen. Daarbij, het is een sociale bezigheid. Over 20 jaar ben ik 72. Schitterend. Met je boeken schrijven, koken. Als dat nou toch zou kunnen.
dat ik gewoon goede boeken mag schrijven. Dat ik daar genoeg centjes mee verdien, want ik heb echt niet veel nodig dat we het daarmee kunnen rooien. Een beetje mijn rondjes fietsen en een beetje koken voor mensen. Why not? Toch? Dat mij ook. Met een rol later. En het was ook een leuke tijd, dat is gek. En als ik nu dingen terugzie, dan kan ik er eigenlijk niet naar kijken. Oh nee, dit is goed.